Ja, zoals zoveel heb ik ook kantoor aan huis en ik kijk naar buiten naar de veel blauwere en schonere lucht. Ondertussen lees ik een artikel van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En dat is een onafhankelijk adviesorgaan. En zij zeggen dat veel te veel Nederlanders nog naar de pillen grijpen met allerlei ongemakken. Nou, en gelukkig vinden dat steeds meer artsen ook. Zoals dokter Tamara. Jules en ik waren op de gezondheidsbeurs in Utrecht afgelopen februari. En daar was het bommetje vol. En gelukkig konden we wel in gesprek met Tamara de Weijer. Ze is huisarts en auteur, maar ook oprichter en voorzitter van de Vereniging voor Artsen en Leefstijl. Ja, Tamara, food will be thy medicine. Dat zei Hippocrates. Klopt dus, inderdaad. Ja. Waarom doen we dat dan niet? Ja, precies. Ja, nou ja, je ziet, we hebben nu eigenlijk toch medicijnen gestudeerd. Hè? Dus we weten heel veel over medicijnen. Dus het is meer de eet van Hippocrates geworden inmiddels, helaas. Ja. En ik ben er heel erg van overtuigd met alle welvaartsziekten, dat zijn leefstijlziekten. En die zouden we in de eerste plaats met leefstijl moeten behandelen en niet direct met pillen. Ja, en bij welvaartsziekten, ofwel leefstijlziekten, moet je denken aan obesitas, overgewicht. Diabetes, suikerziekte, maar ook aan maag- en darmaandoeningen. Ja, en heel veel mensen weten onderhand wel dat te veel zitten op hun kont, dat niet handig is, niet echt gezond. Hè? Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd. En te veel stress is ook ongezond, een beetje maakt niet uit, maar zodra het gaat stapelen, niet handig. Het RIVM die zegt bovendien, eet meer vis, fruit, groentes. En we hoeven echt niet allemaal vegan te worden of van de superfoods, maar meer vers en onbewerkt. Ja, dat zal een heleboel schelen. Ja, en is dat eten dan ook extra belangrijk voor vrouwen in de overgang? Jazeker, want je ziet bij vrouwen in de overgang dat ze minder spiermassa hebben en meer vetmassa. Dus je stofwisseling wordt gewoon wat trager. Ja. En daarbij zie je ook heel veel voedingsproducten die ook klachten, dus bijvoorbeeld opvliegers kunnen uitlopen, zoals chocola of alcohol of koffie. Ja, heel herkenbaar voor me. Zo ben ik van allerlei vage klachten afgekomen. In ieder geval door te letten op mijn stresslevel en op voedingen. Ja, zo ook opvliegers heb ik nauwelijks. Food will be thy medicine. De Grieken die wisten het al. En we bewegen veel. Pilates, yoga en ik wandel graag. En Jules die zwemt veel en fietst. En wat doet ze nou nog meer? Tennissen, dat is haar passie. Kortom, we zijn goed bezig hier. We zijn wel heel benieuwd hoe het bij jou zit. Ben je al meer bewust geworden en let je al meer op je leefstijl? En wat doe je eraan? Laat het ons weten. En wil je meer inspiratie en meer libellenvlog zien? Kijk dan ook eens op pien.tv. En dan nog een laatste tip, Tamara. Nou, dat is eigenlijk een oproep. Wees een beetje eigenwijs. Hè? Als je nou bij je dokter bent en er worden medicatie voorgeschreven, vraag dan altijd wat je zelf kan doen. Kan je zelf iets in je leefstijl? Kan je daarmee ook wat beter maken? Dus ja, een beetje brutaliteit mag voor mij wel. Eigenwijs, doen! Lekker doen!